Het World Food Center in Ede heeft al jaren plannen voor het bouwen van een attractie. Maar nog voordat er is begonnen met bouwen zijn er al problemen. Wij ontwikkelen hier een attractie, een bezoekersbelevenis. Die gaat over voeding, waar straks bezoekers naartoe komen. Je kan het vergelijken met Nemo of Naturalis of Corpus, maar dan specifiek over het thema voeding. Maar goed, er lijkt iets niet helemaal goed te gaan momenteel. Hoe zit dat precies? Nou, er zijn uitdagingen, hè. We hebben de plannen voor de World Food Experience, die zijn ontwikkeld al enige jaren geleden. En de wereld, dat zal iedereen wel opgemerkt hebben, is natuurlijk ondertussen wel veranderd. En wij hebben te kampen met oplopende bouwkosten. Dus het budget wat we beschikbaar hebben, ja, daarmee is een deel van onze koopkracht verminderd eigenlijk. Zoals dat voor veel mensen thuis ook zal gelden, geldt dat ook voor dit project. En dat is een van de uitdagingen. En een tweede die we hebben is het bezwaar van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede bij de Raad van State. Er is een zitting geweest inmiddels al, hè. Het is behandeld en de Raad van State heeft nu 2 keer uitstel van hun uitspraak aangevraagd. En daar wachten wij op. Stichting Milieuwerkgroepen Ede heeft bezwaar aangetekend omdat bij de bouw en het gebruik van de attractie stikstof vrijkomt. Marcel vindt dat de attractie juist daarom gebouwd zou moeten worden. Wat ik wel verwarrend vind is, we ontwikkelen dus een attractie over voeding. Maar vooral over hoe je het voedingssysteem gezonder en duurzamer kan maken. Dus wij zetten ons juist in om richting een verduurzaming te gaan. Wij haken ook heel veel partijen bij ons project aan, hè, die zich ook inzetten voor een duurzamer voedselsysteem. Op het gebied van transitie van eiwit, het verminderen van voedselverspilling enzovoort. En we werken dus richting een verduurzaming. Daarnaast, we zien hier op de achtergrond het pand. Hè. Gaan we een pand wat nu gasgestookt is, ongeïsoleerd, gaan we voorzien van goede isolatie, van zonwering, van duurzame warmtebronnen. Dus in die zin gaan wij zorgen dat dit juist een heel duurzaam pand wordt. En daarbij geven we het een herbestemming. Hè. Dus een pand wat nu geen functie heeft, jarenlang eigenlijk geen functie heeft gehad, geven we een nieuwe bestemming. Ja, hoe duurzaam is dat? Ook financieel zijn er problemen. Zoals het er nu uitziet, zullen de kosten van de bouw van de attractie veel hoger uitvallen dan begroot. Als je nu iets wil bouwen, dan is elke steen en elke plank en elk uur wat er ingestopt moet worden duurder dan in 3 jaar geleden. En we zijn nog niet aan het bouwen, we gaan nog bouwen. Dus dat is een uitdaging waar we mee te kampen hebben. En de toekomst is natuurlijk niet zeker. Ik bedoel, we hadden het daarnet even over die vergunningen die we eerst moeten hebben. Het moment waarop we gaan bouwen ligt nog een aantal maanden voor ons. Het kan zijn dat de markt dan ook weer veranderd is. Omdat aannemers natuurlijk uiteindelijk toch op zoek zijn naar projecten om uit te voeren. Het klinkt allemaal heel onzeker. Er zijn problemen rond stikstof waar bezwaar bij is aangetekend. En dan de financiering die niet soepel loopt. Wat kan dit allemaal gaan betekenen voor het attractiepark? Komt het er nog wel? Nee, het komt er zeker. En met de corona-epidemie die we achter de rug hebben, met al het nieuws wat er is over dat we veel meer moeten doen aan preventie van gezondheid. Vanochtend nog een nieuws over dat we over 10 jaar zoveel meer mensen zullen hebben met kanker. Omdat we een ongezonde levensstijl hebben, hè? Omdat we te veel roken, te veel drinken, verkeerd eten. En dat is waar wij aan werken. En het punt is, zoals ik al zei, wij spreken met veel partners. Wij spreken met de Wageningen Universiteit, het Voedingscentrum. Met partijen, maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een gezonder voedselsysteem. Hè, de Hartstichting, Diabetesfonds enzovoort. En met partijen die zich inzetten voor een duurzamer voedselsysteem. Iedereen wil heel graag dat dit er komt, omdat op deze manier een brede groep Nederlanders bereikt wordt. Zodat we over 10 jaar niet nog veel grotere problemen hebben dan dat we op dit moment hebben. En dat we nu die problemen hebben van de financiën en de vergunning. Ja, dat zijn, ik werk mijn hele leven al in projecten. Dat zijn hordes die je altijd onderweg tegenkomt. Maar de essentie waarom dit concept er moet komen, urgentie daarvan, is hoger dan ooit.